Hallo allemaal, welkom bij Kikker TV, leerzame televisie voor en door kinderen. Bij mij zitten Kai, Quinten en Lavina. Lavina, van welke school zijn jullie? Van Wijkschool de Korsen. Oké. Ik ben Sjors en daar zit Merlijn. Ik ben Merlijn, ik zit hier naast Dylan. We hebben vandaag nieuws over Schiedam. En jullie kennen vast allemaal wel 3FM Series Request, die nu in Haarlem zit met het Glazen Huis. En die verzamelen dan altijd geld in met bepaalde acties. Daar heb jij ook wat over te vertellen, of niet, Dylan? Ja, in Schiedam hebben ze nu ook een glazen huis. Bij het stadserf bij Winterland. Oké, en wat kan je daar dan voor doen? Je kan met school, vrienden of mensen gewoon uit je wijk geld inzamelen. En dan daarin leven. Oké, ja. Dan gaan we. Ik hoop dat jullie dat allemaal gaan doen. En dan gaan we even terug naar de rest. Kom mee. Ja, de kinderen hebben een reportage gemaakt over de Groene Laan. Lavina, wat is de Groene Laan eigenlijk? Het is een soort winkelcentrum met allemaal verschillende winkels. Wat voor winkels kan je daar dan vinden, Quinten? Albert Heijn, dus eigenlijk is het gewoon een alleswinkel met vlees en dat soort dingen. Je hebt dan ook de Hans en Gietje, dat is een patatzaak. En je hebt de Just Delicious met een taart iets winkel. Super veel leuke winkels dus. Ja. Wordt er wel eens iets georganiseerd? Met Halloween. En wat gebeurt er dan? Ophalen en een wedstrijd gillen of iets anders. Elk jaar wat anders. En met Koningsdag kun je daar dingen verkopen. Hartstikke leuk. Wat vinden jullie de leukste activiteit daar? Halloween, Koningsdag of zo? Quinten? Nou, de leukste winkel vind ik wel de snoepwinkel. Ja, dat vind ik dat veel. Ja, ik vind Hans en Gietje ook wel best wel leuk, eigenlijk. Gewoon waar je lekker kan eten dus. Ja, waar je gewoon kan eten. Oké. Nou, dan gaan we nu door naar de reportage. Hallo allemaal. Welkom op de Groene Laan. We zijn hier bij de gezelligste winkelstraat van de Gorzen. Ik ben hier met mijn klasgenootjes, want die hadden wat vragen voor de winkels. En ik denk dat ik hier de antwoorden wel kan vinden. Maar ik wil weten of hoe die bakker toch van die lekkere eierkoeken maakt. In het beslag voor de eierkoeken gaan eieren, meel, bakpoeder en suiker. Met een soort ijsschep wordt het beslag op de bakplaat geschept. Dan gaan de eierkoeken de oven in. En dan is het afwachten. Ik vraag me af hoe het is om een cashier te zijn bij Albert Heijn. Als cashier moet je erop letten dat je goeiemorgen zegt en een fijne dag verder. Het is belangrijk dat je vriendelijk bent tegen de klanten. Ik vond het heel leuk. Ik vraag me af welke snoepje het lekkerst is bij de snoepwinkel De Wolf komt. Die is lekker. Maar die is ook lekker. Moeilijk kiezen. Even hier nog wat proeven. Oh, en die ziet er ook lekker uit. Maar de zure cactus is toch het lekkerst. Ik vraag me af waar al het afval in gaat wat je weggooit bij de retretten. Bij de retretten kun je al je afval leveren zoals medicijnen, plastic, batterijen, melkpakken en meer. Al dit afval wordt gescheiden. Twee keer in de week wordt het opgehaald en gerecycled. Goed voor het milieu dus. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hey, wacht eens even. Ik wil kijken of de eierkoeken zijn gelukt. Nou, je ziet dat er veel te beleven is op de Groene Laan. Wij gaan nog even van onze eierkoek genieten. Doei! Dat was leuk, jongens. Goed gedaan. En hier komt de tip van de week. Zorg ervoor dat je zelf kiest wat je doet en laat niemand anders kiezen.
Ja, de Groene Laan die ligt natuurlijk in de Goorze. Wat zijn de Goorzen? Nou, dat is een wijk in Zuid, in Schiedam, in Zuid-Schiedam. Dat is best een leuke, want daar kan je, iedereen kent elkaar daar. Ja. Nou. Wat is er nou zo leuk aan de Goorze? Er worden vaak activiteiten gedaan. Bijvoorbeeld op de Maasboulevard is een kermis en bij de stad kun je schaatsen op de schaatsbaan. Okay. In de winter. Vind jij het gezellig in Goorze, Tina? Ja, want je woont heel dicht op elkaar. En ik woon ook vlakbij de winkels en speelpleintjes. Ja, nou laten we naar de reportage gaan kijken. Wist je dat er in de Goorze veel kunstwerken zijn verborgen? Daar loop je gewoon langs zonder dat je er erg in hebt, terwijl er vaak een mooi verhaal achter zit. We beginnen bij het atelier van Chef van Duin en Esther Zitman. Zij nemen ons mee in deze reportage langs de geheimen van de Goorze. Ik ben Esther Zitman, ik ben beeldend kunstenaar en wij hebben hier een atelier in de Goorze in de Zalmstraat. Ik ben Chef van Duin, ik ben in eerste instantie fotograaf, museumdocent, maar ook bibliothecaris. We beginnen onze tocht in het schrijershuisje. Schrijen betekent toch huilen? Wordt er in dit huisje zoveel gehuild? Tegenwoordig wordt er niet meer zoveel geschreid in het huisje. Maar het verhaal gaat dat vroeger vrouwen hier afscheid namen van de mannen die uitvaren gingen. Maar de meer praktische kant was dat het een wachthuisje was voor arbeiders uit de Goorze die aan de overkant bij de RDM werkten, de Rotterdamse Droogbokmaatschappij. Wat gebeurt er nu allemaal in het schrijershuisje? Er zijn dus verschillende kunstwerken hier te zien geweest. Een dichtregel van Carolina Koster. Een figuurzaagde roeier van Michel Snoep. Een vloer die helemaal met water was bezet. En daarboven slangen van Roel Krul. Dus het huisje huilde toen ook echt. En Ewout Traast met wolken. We vervolgen onze weg naar een bijzonder beeld. Wat is dit precies voor kunstwerk en waarom staat het op deze plek? Dit kunstwerk is van Hans Petri. Het staat hier sinds 1960. Het staat op de Havendijk. En het is gemaakt van kalk en zandsteen. Nou, het laat zich lezen als een stripverhaal, want deze vorm, de sokkel, is een vis. Dat is een meneer en op zijn rug zit een hond. En die hond die staat voor waakzaamheid. En dat heeft te maken met de omgeving, want het zijn hier de sluizen. En die zorgen ervoor dat het achterland droog blijft. Dan lopen we nu door naar een wand van kant. Kunnen jullie vertellen waarom het kunstwerk deze naam heeft? Dit kunstwerk heet de Wand van Kant. Het is van de Schiedamse kunstenaar Paul Beckman. En het staat hier sinds 2000. Het is gemaakt van kortenstaal en de vorm is geïnspireerd, de bloemmotieven, op de vitrages die rondom het plein achter de ramen hangen. Die zijn er soms nog, soms ook niet. Interessant. We zijn tot slot aangekomen bij een heel bijzondere vlinder op de muur. Want waarom is deze vlinder zwart en heeft die van die stekels? Het kunstwerk is van Piet van Stuyvenberg. Dit hangt daar sinds 1969. Hij was steenhouwer en dat betekent dat hij beelden uit marmer hakte. Daarom is het beeld zwart. Het is een vlinder. Het marmer was zwart wat hij gebruikte. En de stekels, dat geeft een beetje de stippels van op de vleugels van een vlinder aan. Dit waren een aantal geheimen uit de Goorze. Ik wist niet dat hier zoveel kunstwerken te vinden zijn. Esther en Chef, heel erg bedankt voor jullie rondleiding. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Oké, de reportage ging over geheimen. Kennen jullie nou het geheim over kunst van de Goorze? Lavina? Ja. Had je er al van gehoord of... Of wist je niet dat er kunst in de Goorze was? Ik wist wel. Waar is kunst in de Goorze dan? Bij een speelpleintje vlakbij mijn huis. Ja, die kunst is dan vaak in de openbare ruimte zoals we dat noemen, dus gewoon buiten. Waarom denk je dat er daar kunst is juist? Nou, volgens mij is dat om het misschien wel mooier te maken. En dan heb je de vogels ook nog een zitplaatsje. Willem, vind jij dat de kunst buiten op de goede plek staat? Sommige niet.
sommige mogen gewoon in een museum staan. Ja. Wat voor kunst mag dan buiten staan? Nou, die gewoon kleren aan hebben. Die gewoon kleren aan hebben? Oké. Okay. Spannend. Ja. Maar is er dan ook kunst zonder kleren? In de Gorsten weet ik het niet, maar soms zie je dat wel eens gewoon op straat. En dan denk ik van, dat is toch niet voor kleine kinderen? Ja. Is er nog andere rare kunst in de Gorsten of daarbuiten? Vertel maar, kindje. Nou, bijvoorbeeld, ja, misschien in museums, ja. Ze schilderen dan bijvoorbeeld een gemixt dier, zeg maar. Bijvoorbeeld een schildpad en een giraf bij elkaar. En dat noemen ze kunst. En dat slaat nergens op, denk jij dan? Nee, dat slaat nergens op. Nou, dan gaan we nu door naar de kijkersvraag. Hoe lang bestaat de brandweer al in Schiedam? En hoeveel brandweerauto's hebben jullie in Schiedam? Hallo Gijs, ik ben Olof Valkman, de wijkbrandweerman van Schiedam. Jij had gevraagd vanaf wanneer de brandweer was in Schiedam. Dat is vanaf 1735. Toen waren er al ladderhuisjes in Schiedam waar de vrijwilligers brand gingen blussen. En de tweede vraag voor jou was hoeveel voertuigen we hebben. We hebben 8 voertuigen in Schiedam staan. 2 van deze tankauto-spuiten, een hoogwerker, een dompelpomp en een paar wagens waarmee we personeel kunnen vervoeren. Maar Gijs, ik nodig jou en je klasgenootjes uit bij ons in de kazerne Schiedam. Wij hebben de club van 112, waar je alles kan leren over brandveiligheid. Zie ik jou snel? Doei! Waarom staan er zoveel molens in Schiedam? Heb jij nou het antwoord op deze vraag? Of een nieuwe kijkersvraag? Mail hem dan naar dit adres. Ja, en dat maakt er weer een einde aan deze editie van Kikker TV. Jongens, hartstikke bedankt. Leuk dat jullie hier waren. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending van Kikker TV. Dus tot dan. Doei! Doei.